Kende man heeft dinsdagavond geprobeerd twee jonge meisjes mee te lokken vanaf het Honigtrein in Nijmegen. Dat meldt de politie. De beide meisjes vertrouwden er niet en zijn hard weggerend. De meisjes hebben een goed signalement van de man kunnen afgeven. Hij had lang bruin krullend haar tot op de schouders en bruine ogen. De man had een onverzorgd uiterlijk en droeg volgens de meisjes een vieze werkbroek. De meisjes hebben de man later nogmaals gezien. Ze liepen toen inmiddels op de weg waar de man hen met zijn auto passeerde. Hij heeft toen nog naar de meisjes geklaxoneerd. Op dat moment zat er nog een tweede persoon in het busje. Het ging om een zwart busje.